Gaat Feyenoord de sterke vorm van PSV breken? Gaan Tottenham en Barcelona een comeback maken? En wie wordt deze week de geit van de week? Dit en meer vandaag in FC Geit. Nou, hallo mensen. En leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van FC Geit. Met aan mijn ene kant mijn grootste rivaal in EAFC aller tijden. Mijn middelste broer Nando Strek. En aan de andere kant de broer waarmee ik het liefst samenspeel op EAFC aller tijden. Mijn oudste broer, David. Maar is een... Ja, sorry dat ik het even onderbreek. Yeah? Want is een rivaal ook niet... Je kan toch pas een rivaal zijn als je gelijkwaardig bent? Ik ken iets. Ik ken EAFC niet. Yeah, dit ga je doen. EAFC. Nee, maar dat is een leuk spelletje hoor. Ja? Ja. Dus, ja, dat zegt al genoeg. Nee, maar goed, ik ben weer terug. Je bent er weer. Ja, leuk dat jullie er zijn in ieder geval. Leuk dat jij er bent. Ja, en er komt dus een super zondag aan, komend weekend. Dus geen tijd te verspillen. Laten we gelijk doorgaan naar de eerste vraag. Ik zie daar iemand zitten. Yo, gasten. Jullie spreken hier met Remy van de Voetbal Wizards. Ik heb een vraagje voor jullie. Aankomend weekend moet Barcelona tegen Atletico strijden voor de derde plek. Wie denken jullie dat er uiteindelijk gaat winnen? Oeh, ja. Barcelona, Atletico, Madrid. Zo. Dat is een pot, hoor. Dat is inderdaad een pot. Ja. Maar ook dat zij strijden om de derde plek. Weet je hoe dat komt? Ja, omdat ze... Ja, omdat ze op 3-4 staan. Dat ook, maar ook omdat... Ja, dat heeft dus ook een beetje te maken met... Met Girona. Met Manchester City. Oh, ja. Zo bedoel je? Ja. Mm-hmm. Girona is namelijk een club in de Manchester City groep. En daar zijn ze de hele tijd nu met spelers wezen ruilen en wezen komen. En hebben ze nu de juiste man op de juiste plek gevonden. En weet je wie daar ook speelt? Ja. Wie? Daily Blind. Ja, precies. Ja, oh, daar gingen we naartoe. Ja, die doet het gewoon, die doet het gewoon prima daar. Ja, omdat ik toch aan het begin een beetje kritisch was. Dus ik wil nu ook gewoon laten weten. We hebben gezien, Blind is er nog steeds. Nee, maar langzaamaan wordt hij voor mij wel een cultheld. Ja, waarom niet? Dat mogen jullie vinden natuurlijk. Ja, cultheld Blind. Ik wil het gewoon over hebben waar de vraag wordt gesteld. Juist. En dan gaan we ook. Maar goed, wel altijd leuk. Ik heb het op mijn borst. Hè? Simpel. Atletico. Ja. Tegen Barça. Tegen Barça. Ja, het is Barça-Atletico. Ja. Dus ze hebben ook best wel een vergelijkbare vorm op het moment. Het is niet dat de ene er heel veel meer uitspringt op het een dan de andere. Bij de ene is bijvoorbeeld ook een Memphis Depay geblesseerd. Bij de andere een Gavi. Dus dat zijn spelers waar je niet op kan rekenen. Maar bij Atletico is er wel wat heel grappigs aan de hand. Want Griezmann is de nummer 2 topscorer momenteel onder La Liga. Eén natuurlijk Jude Bellingham. Maar schijnt echt in een top in een bloedvorm te zijn. Maar ja, die is echt gewoon weer... je zet hem bij Atletico neer en hij komt gewoon weer in zijn vorm terecht. Gewoon... niet normaal. Niet normaal. Maar jongens, Barcelona heeft gezegd... Frenkie is back. Dus gaat hij opgesteld worden? Ja, zeker. Gavi is eruit. Maar hoe weet je dat nou? Je weet toch niet of hij helemaal hersteld is? Of hij al een volle wedstrijd mag spelen? Ja, maar dat is de beste middenvelder die je hebt. Misschien, ja, maar ken je de fysio? Ken je de fysio, eerlijk? Als Barca zegt, Frenkie is back... dan gaat hij sowieso wat minuten maken. Nee, op het trainingsveld. Wacht, ik ben dus lid van die broadcast van Barcelona. Want ik ben een echte fan... Want ik ben een echte fan. In de aanloop naar deze wedstrijd komt eerst nog een Champions League ronde. Zo'n midweeks programma, zo'n Champions League programma... gaat dus wel invloed hebben op de zondag. Op de resultaten van de spelers op zondag? Ja, volgens mij toch. Ja, ze spelen op zondag. Ja, maar goed dan... Oké, maar wat is dan jouw voorspelling van de wedstrijd zondag? Mijn voorspelling is sowieso 2-0 voor Barcelona. Oeh, oké. Ja. En jij? Wat ik denk dat het is, nou wat leuk was tegen wat je bijvoorbeeld zag tegen Villarreal, is dat dat best wel voetballende ploeg is. Dat die ook snel combinaties op kunnen zoeken en dat Atletico daar wel moeilijk mee had. Alleen, denk ik, toch ook wel met de vorm van Griezmann. Atletico, moeilijke ploeg. Wil ik hem gooien op dat Atletico gaat verrassen en 2-1 wint van Barça. Wauw. Ja. Ja, dat is heel goed mogelijk. Dat is zeker goed mogelijk. Ik denk, ik heb bijna hetzelfde als jou in gedachten. Alleen dat hij dan de kant van Barça opvalt. Ik denk ook dat Atletico gaat verrassen. Dat het een 1-1 wordt. Dat het dan zo'n puntje op je stoel zitten wedstrijd wordt. Met
Met Barça aan de ene kant kansen creërend en prachtige counters terug. Maar dat uiteindelijk Barça wel wint voor eigen huis. Sowieso een leuke wedstrijd. Ja, wordt een toppot. Ja. Leuk om naar te kijken. En nou, ik zie al iemand, voegt iemand zitten met een vraag. Ja. Welke die doen we deze keer? Hem of doen we die daarachter? Doe maar Barry. Barry? Met die pet. Barry met de pet. Nee, niet de kale Barry. Barry met de pet. Ja. Kom maar. Oh, sorry. Hey, geitjes. Barry met de pet hier van Omroep Rechte Zijlijn. Ik ben erg benieuwd, nu dat Manchester City Tottenham mag ontvangen. Gaan de Spurs de Citizens verslaan, denken jullie? Ja. Ja, dit is interessant. Dit is interessant. Waarom? Dit is gewoon een hele interessante pot. Je hebt aan de ene kant natuurlijk City, wat altijd een beetje team to beat is in Engeland. En aan de andere kant Tottenham. Maar Tottenham heeft dit seizoen fantastisch gestart. Stond heel lang eerste. Ze hebben een topvorm van Son en Maddison. Maddison is volgens mij de top 3 in assisten. En Son zit bij de top 3 doelpuntenmakers. Dus de topvorm van Son en Maddison. De nieuwe coach. Die ook gewoon fantastisch speelt met Tottenham. Maar de opvallendste statistiek waarom ik denk dat dit een hele leuke pot kan worden. Tottenham is momenteel het team met de meeste gewonnen uitwedstrijden in de Premier League. Ze dat staan daar helemaal bovenaan. Dus ja, ik denk dat dit gewoon echt een hele leuke kraker kan worden. En kan zorgen dat Tottenham weer gaat beginnen aan hun comeback in de Premier League. Ja, nee, ja, ik denk van niet. Maar ik vind wel weer een goede analytische uitleg. Maar ik denk gewoon dat City gewoon de beste ploeg is in de Premier League. En ik denk ook dat Tottenham daar niks tegen kan doen. Dus jij denkt dat dit misschien wel een hele pijnlijke dag voor Tottenham kan worden? Met de billetjes bloot. Ja. Maar Chelsea heeft laat wel een signaal afgegeven dat je gewoon dat City niet onverslaanbaar is of ontastbaar. Ik denk ook niet dat ze dat niet. Ik denk ook wel dat ze zeg maar verslaanbaar zijn en ook wel tastbaar zijn. Ik denk alleen niet op dit moment door Tottenham. Oké, duidelijk. En als jij dit allemaal hoort, wat denk jij dan allemaal? Liverpool heeft dus gelijk gespeeld. Ja. Ja, ja, dus ook gelijk in je vorige voorspelling. Ja. Wow, even applausje voor die voorspelling van de vorige keer. Nee, maar mensen reageren daar niet. De mensen zeggen, nee. Wat is dit nou weer voor ons voorspelling online? Ja. Wat is dit nou weer voor dat? Ze is altijd maar dit die is kritiek. Maar zo zie je maar, dat analytic Rowan is niet zomaar. Dit is niet teletext journalistiek. Dit is Rowan de, hoe noem je dat? De waarzegger. Rowan is de Premier League guru. Ja, ja, maar je kan dus niet aangeven aan de hand van die, aan de hand van deze wedstrijd. Kun je dus niet zeggen, Manchester City of Liverpool is een betere vorm. Want het is nummer 1 en 2 natuurlijk. Dus als ze gelijk spelen, ja, dat betekent alleen maar dat de strijd om de koppositie echt heel spannend is. En gewoon ook dicht bij elkaar ligt. Ja, ja, en wat betekent dit dan? Dit allemaal voor Tottenham tegen City? Dat City gaat winnen van Tottenham. Ja, kijk, en daarom, Rowan, jij bent analytisch, maar je hebt er toch wel minder verstand van dan ons twee. Damon, geef me de hand. Dit is gewoon, wij zitten op één lijn. Ja, dit is, ik zou hier maar niet te veel op reageren. Maar we gaan het zien. Dus als jullie een voorspelling moeten maken, zeggen jullie allebei City wint. Ja. En met hoeveel? Voor mij was het even onduidelijk. Spelen ze uit of thuis? Spelen thuis. Ja, dat is een 3-1 voor City. Nee, ik denk niet 3-1. Ik denk 2-0. Oeh, clean sheet. Ja, Rowan? Ja, ik denk een 3-1 voor Tottenham. Wat? Ja. Uitspelen bij City en 3-1 winnen. Ik denk dat iedereen ik denk dat er gewoon te makkelijk over gedacht wordt. Ik denk dat er veel te makkelijk over gedacht wordt. En ik denk dat ze gewoon keihard gaan. Ze lijken uit gewoon fenomenaal te zijn dit seizoen. En dat wordt een lekker verrassende wedstrijd. Oké, we gaan het zien. Ja. Oh. Ja, dat wordt spannend. Oh, nog iemand. Oh, nog weer iemand. Een derde vraag. Hoi, ik ben Ilias, groot voorstander van leuke voetbalwedstrijden. En over leuke voetbalwedstrijden gesproken, Feyenoord mag PSV ontvangen. De nummer 1 tegen de nummer 2. Blijft PSV dit weekend ongeslagen? Ja. Oeh. Een eredivisie-krakertje. Dit wordt hem, ja. Dit wordt een leuke pot. De nummer 1 tegen de nummer, nou, de nummer 2 eigenlijk tegen de nummer 1. PSV speelt uit en
Zal ik gewoon eerst beginnen met de feitjes, even? Doe jij even je feitjes. Werk je lijstje af en kom dan terug voor de uitslag bij ons. En jullie mening ook. En onze mening, want wij mogen ook praten natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. En ik ben gewoon benieuwd. Nou, aan de ene kant heb je natuurlijk Santiago, die nu met Pavlidis die topscorerlijsten aan het afwerken is. Voor wie nummer 1 wordt. En het interessante is, op nummer 3 staat Luc de Jong. Wacht even, je bedoelt Jiménez. Ja, maar ik mag Santiago zeggen. Ja, oké. Okay. Ja, maar de meeste mensen die staat hij wel bekender als Jiménez. Nee, maar dat Rowan die kent de trainer en die zei, noem mij Santiago. En toen ging dat zo via. Ja, ik weet en de dat slager, die zei toen van, joh, dat is ook prima van hem. En die hebben dezelfde kapper. Ja. Dus zo kent Rowan. Maar ja, Jiménez. En Luc, Jiménez. Santiago en ik, Jeu de Boel ook heel veel. Dus dat, die lijntjes zijn gewoon heel kort. Maar Luc de Jong staat wel in de top 3 assisten ook. En dan heb je ook nog, PSV is echt ook een assistenkoning. In de top 5 zijn 3 PSV'ers. In de top 5 staan 2 Feyenoorders. Dus Feyenoord zit er wel dicht achter. En wat ik daarnaast nog leuk ook tegenkwam, is, ja, dat net over Feyenoord in de Champions League. Feyenoord heeft dus meer punten dan PSV in de Champions League. Die staan er nu op 6 en PSV heeft er op 5. Maar PSV staat wel tweede in hun pool. En Feyenoord staat derde. Dus dat is dan wel weer grappig. Ja. Terwijl ik persoonlijk vind Feyenoord wel echt de club, de leukste club om te zien in de Champions League. Van de Nederlandse ploegen zelf. Waarom? Gewoon de manier hoe ze voetballen. Dat vind ik heel leuk. Gewoon lekker aanvallend, positief. Het voelt ook heel, spelen ook met heel veel vertrouwen. Dat vind ik ook leuk. Als ze een tegengoal krijgen, heb je niet zo het gevoel van, oh, het gaat heel spannend worden. Maar het lijkt echt, alsof ze ook echt de wedstrijd gewoon goed onder controle hebben. En ja, dat vind ik leuk. En ze hebben gewoon ook een heel veel leuke jonge talenten nu. En dat vind ik altijd hard als een club dat ook heeft. Ja. Wat is jullie perspectief nou op deze wedstrijd? Na het horen van dit allemaal en de twee krakers. Wil jij me aftrappen, Damien? Zal ik het doen? Ik in deze wedstrijd vind ik het gewoon leuk als Feyenoord wint. Want dat maakt gewoon de competitie even wat spannender. Ja. PSV is al heel lang ongeslagen. Die hebben constant een hele goede doelpuntenreeks ook. In bijna al die wedstrijden. Zeker in de laatste 4-5 uitwedstrijden, geloof ik. Het wordt gewoon even tijd dat Feyenoord eroverheen gaat. En dat de spanning in de competitie teruggebracht wordt. En bovendien, ik geef Feyenoord ook gewoon een hele goede kans. Want die zit gewoon behoorlijk wat klasse voetballers. En Stengs, die heeft, ik weet dat het tegen Gibraltar was, maar toch Stengs die even een hat-trick maakt. Ik denk dat hij wel in vorm is. En dan tegen PSV, kun je dat soort momentjes wel goed gebruiken. Dus jij denkt gewoon Feyenoord voor deze voorspelling? Ja. Lijp. En jij? PSV is wel ongeslagen. PSV is ongeslagen. Ik vind het een lastige. Ik weet ook even nu niet uit mijn hoofd op welke dag PSV en Feyenoord Champions League hebben gespeeld. Want dat kan ook nog invloed hebben op hoeveel dagen je rust hebt tot deze partij. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk gegeven is. Maar stel ik zou er neutraal naar kijken, ga ik wel een beetje mee in Davin. Ik zou het wel leuk vinden als Feyenoord wint. Dan komen ze ook dichterbij. Ik ben ook gewoon zelf iets meer gecharmeerd van Feyenoord als ploeg dan PSV. Maar ik moet wel zeggen, bij PSV hebben ze 2 jongens rondlopen. Noah Lang is volgens mij niet meer geblesseerd. Ik weet niet zeker of hij mee gaat spelen tegen Feyenoord. Maar volgens mij komt hij al terug van zijn blessure. Maar die Bakayoko is ook zo goed. Ja, die staat ook hoog in de assisten trouwens. Die staat ook in de top 3 assisten. En die staat meer opgesteld. Omdat Noah Lang nu geblesseerd was, stond hij nu meer opgesteld. Dus ja, bij PSV hebben ze het wel goed voor elkaar met. Dus ze hebben een leuke selectie. Ja, dat wel. En ik vind het ook wel gewoon goed hoe ze Noah Lang hebben opgevangen als speler. Hoe ze hem weer echt goed aan het voetballen, ook niet weer goed aan het voetballen hebben gekregen. Hij was natuurlijk daarvoor ook gewoon in België echt heel goed bezig. Ja. En nu komt hij bij PSV, hij zet die lijn door. Hij lijkt ook meer op zijn plek te zitten bij die club. Ik had bijvoorbeeld een interview ook van hem gezien waarin hij super open was over dat hij best wel door depressieve tijden heen ging als voetballer en als speler. En ik weet dat er veel kritiek altijd op hem is, maar ik vind het dan juist zo hard dat iemand gewoon gruwelijk terugkomt en de Eredivisie mag hij van mij gewoon helemaal slopen. Dat vind ik dan gewoon super tof. Maar ondanks al deze dingen denk ik alsnog wel Feyenoord.
Ik moet trouwens ook zeggen, het is ook fantastisch om naar Peter Bos te kijken, hoor. Ook met dit PSV. En ze wel echt gruwelijke spelers ook. Maar wat denk jij? Ja, ja, mijn gevoel... Ik vind het eigenlijk nooit echt leuk om met jullie mee te gaan. Of althans, als jullie op één lijn liggen. Maar ik denk ook Feyenoord. Gewoon. Ik denk gewoon dat hier de reeks gebroken gaat worden. Dus alle drie zeggen wij hetzelfde voor het weekend. En dat is alle drie Feyenoord. Ja. Ja. Maar nu ben ik echt, nee, nu ben ik echt super benieuwd. Wat denken jullie? Ja, wie denk jij? PSV of Feyenoord? Moeten we helaas ook even een vervelende mededeling doen, toch? Ja. Dat is, ja, daar zaten we eigenlijk wel op te wachten, ja. Ja. Zeg het maar, Roar. Weet je het niet? Nee, ik weet het niet. Nee? Nando is niet bij de Geit van de Week. Ja. Oeh. Ja. Dus dat ik kan niet het verhaal horen over Geit van de Week. Geit van de Week. Oké. En dan deze week dus bij de Geit van de Week. En ondanks met één broer minder is Devin gewoon even goed op pad geweest. En ik ben heel benieuwd. Wat heb jij gevonden? Yes. Ja, deze week was ik in Engeland. Oké. Okay. Dus deze week was ik in Engeland. Engeland. Ik... Op de fiets? Nee, niet op de fiets. Ik denk, ik pak de boot dit keer. Dus ik heb... want iedereen gaat of met de auto, of met de trein, of met het vliegtuig. Ik denk, nou, ik pak de zeilboot. En ik ga even naar Engeland toe. En niet veel later, natuurlijk, even in het stadion. En wat leuk is aan de Engelse competitie... Als ik kom kijken, dan doen ze allemaal net even wat meer hun best, hè? En ik was toevallig bij in Manchester. Manchester, oh tof, ze verhaaland. Nee, ik was even in Old Trafford. Wow, ja. Plot twist. Ja, en daar heb ik me toch een doelpunt gezien. Dat is misschien wel het mooiste doelpunt van het jaar. Ja? Ja. Is dit een Puskas-waardige? Dit is misschien wel een Puskas-waardige. Ja, zeker. En deze geit... Ja, als je het niet hebt gezien, kijk het even terug. Er wordt gewoon een... bij Manchester United wordt er vanaf ongeveer de achterlijn... wordt er een voorzet teruggegeven op Garnacho. En die schiet hem zo kruislinks met een omhaal. Bicycle kick noemen ze dat. Kruislinks, boom. Gewoon in de andere kruising. In de rechte kruising uit mijn hoofd. En dat gewoon een omhaal vanaf midden in het 16 meter gebied. Vanaf best een afstand. Met zo'n mooie voorzet. Dus ja, dan kan ik niet anders dan Garnacho gewoon de geit van de week maken deze week. Wauw, en dat als Liverpool fan, hè? Dat maakt mij nou echt trots om te zien. Ja, maar een mooi doelpunt moet je gewoon waarderen. En zeker van zo'n jonge goede voetballer. Ja, dat is het helemaal. Dus de geit van deze week is Garnacho. Top. En nou, dan bij deze. En bij deze ook gelijk even terug naar jou, Nando. Nou jongens, dit was de geit van de week. Wat een speler. En wil je nou meer van ons zien? Volg ons dan op Spotify, YouTube, TikTok, Instagram. Vind ons daar. En volg ons. Laat leuke comments achter. We vragen ook heel vaak wat we moeten bespreken. Dus dan kunnen jullie lekker reageren. Maar vooral, blijf van ons houden. Want wij doen dat al van jullie. Tot de volgende.